Young Up organiseert haar tweede talkshow Wat had je dan geslacht op 29 augustus in de Thalia Lounge. Tijdens deze avond staat seksualiteit centraal en wordt hier uitgebreid over gediscussieerd. We zijn dan hier ook bij Woodstock omdat seksualiteit en geaardheid geen rol spelen binnen de dance scene. Iedereen wordt hier geaccepteerd en helaas is dat in het dagelijks leven niet altijd het geval. We gaan door middel van interviews kijken wat de bezoekers daarvan vinden. Hoe komt het of is het zo dat homo's en lesbiennes hier beter geaccepteerd worden dan in het dagelijks leven? Door de druk? Iedereen heeft zijn eigen feestje en zo, ja. Iedereen is toegankelijk. Weet je, of je nou homo, lesbi of zwart of wit bent of groen, weet je, dat maakt allemaal niet uit. Ja, het is gewoon openbaar, iedereen doet zo'n ding. En iedereen houdt zich niet bezig van die is homo, die is straight. Gewoon gaan. Ja, ik denk dat het op een festival, en hier zo Woodstock, dat het vooral gaat om vrijheid en lekker feesten, gezellig, drankjes, gewoon plezier. En dat iedereen geaccepteerd wordt. Voor wie is het moeilijker om uit de kast te komen? Voor een topsporter of voor een artiest? Ik denk voor een topsporter toch wel. Ik denk voor een topsporter. Voor een sporter. Ik denk voor een topsporter. Weet je, artiesten hebben die creatieve vrijheid. Ja. Begrijp je? Ja. Dus je mag alle kanten op. En ik denk bij een topsport dat het dan toch allemaal wat strenger is en wat lastiger. Daarom. Waarom worden homo's en lesbies op festivals beter geaccepteerd dan in het dagelijks leven? De feestsfeer, dan kunnen mensen al wat meer hebben. Iedereen is dronken of weet ik veel wat. En dan, ja, dan staan ze wat opener voor andere mensen. Ik zie hier wel dat zeg maar zoveel verschillende mensen bij elkaar komen die gewoon voor de muziek komen. En dat vind ik wel een goed teken, weet je wel. En als iedereen zeg maar in het dagelijks leven ook zo zou zijn, dan hebben we een goed wereld, toch of niet? De meeste mensen leven gewoon binnen kaders en ik vind zelf dat homo's en lesbiennes gewoon vrije mensen zijn, gezellige mensen, geen gezeik, okay. Gewoon genieten. Ik denk dat het ermee te maken heeft met een festival, is een vrije ruimte. Dus je kan niet zo snel zien dat er iemand gay is of niet, gay of hetero. En in het dagelijks leven valt het iets meer op als je twee mannen ziet tongen. Als je hier twee mannen ziet tongen, dan loop je gewoon voorbij, want je bent toch onder invloed van iets. Voor wie is het moeilijker denk ik om uit de kast te komen, voor een topsporter of voor een artiest? Meen je dit nou? Ja. Voor een artiest. Voor allebei. Ik denk topsporten. Ik denk dat het voor allebei gewoon moeilijk is. Dus per persoon is het gewoon verschillend, weet je wel. Ligt ook aan welke sport. Kijk, bij voetbal is het denk ik moeilijker dan als je artiest bent. Maar het ligt ook wat voor artiest. Als jij opera zingt, gaat niemand de shit geven of je homo of hetero bent. Maar als je rap, dan is het een ander verhaal. Iemand van Excelsior of Feyenoord komt uit de kast als Sparta. Mensen gaan raar naar hem opkijken, want voetbal is helemaal macho. Je kan niet echt zeggen dat het zeg maar per categorie of per DJ of per topsporter verschillend is. Het is gewoon hetzelfde, maar het ligt aan de persoon zelf. Ik wil even kijken, man. Ik had het net niet zo weet. We willen graag Woodstock ook bedanken voor deze mogelijkheid. Voor de Woodstock Special interviews. Zaterdag. Wat was het dan? De Woodstock Special. Wil je er inhoudelijk over meepraten? Dan zie ik jullie 29 augustus in de Thalia Lounge. Wij gaan nu lekker feesten. Wat had hij dan geslacht?